Dan stond eerst toen ik bij vader voorop, bij mijn vader voorop, daar heb ik eerst bij staan. Ja. En toen heb ik 2 tongen had. En van 2 tongen ben ik op 3 tongen gekomen en daar verdiende ik toen 300 per toeg. Dus 9 gulden in het geheel. Dat was 9 gulden in het geheel en dan leerde ik 3 gulden van staan en 6 gulden bracht ik in huis. Ja. En die andere centen die trouwen waren, die waren dat van mij, dan moest ik daarmee door wat los. Oh, dus als er nog een paar kleingeld, een beetje kleingeld over was. Dat was dat familie zo langs in. Dat was zakgeld. Dat was zakgeld, ja. Dat was wel een heel andere tijd. De goederen waren natuurlijk. Het was een heel andere tijd. Ook voordeliger te krijgen, maar het was toch, met een paar centen moest u toch zien rond te komen. Ja, maar we hadden ook niet te veel. Nee. Als zo'n lang kleedje aan en dan, ja. We gingen met een zwarte rok en een bloesje en met een doek om de hals en dan ging naar het fabriek en de man kennen we niet. Kennen u niet? Kennen we niet. Nee. Wel voor de zondag, maar niet voor de dag. Niet voor de dag? Niet voor de dag. Nee. Ook in de mantelen. Nee. Gewoon zo'n een doek. Een doek om? Nee, dat noemde een das nummer, maar dat was dan een brede, die sloeg je hem en dan de fabriek en dan een schotver met lichten en dan klompen. Ja, de behoeften waren heel wat minder. Oh, ja. Er werd heel wat soberder geleefd. Ja. Oh ja, heel anders. Maar zult u uw ogen wel eens uitkijken nu, wanneer u nu zo de fabriek aan ziet gaan? Ik denk er niet meer aan, als je vroeger zo wist hebt. Dat denk ik niet meer aan. Nee, maar daarom is het juist zo leuk voor ons om daar nog eens over te horen. Ja, dat is ook wel zo. Dat is ook wel zo. Dan ga ik nog eens eventjes naar uw man toe, want die is 55 jaar weven geweest. En die heeft dus ook heel wat veranderingen meegemaakt. Ik heb fabriek zien opbouwen, tot heden toe nog, maar toen helemaal moderniseerd was in die jaren. Toen was ik er niet meer, want ik ben er in 58 of in, ben ik troede kom. Ja, in 58 ben ik troede kom. Dus u bent nou 2 jaar gepensioneerd? Ja, toen ben ik gepensioneerd. Ik heb er zowat 54 jaar in geweest. Maar hebt u zeker wel een mooie onderscheiding gekregen? Een mooie onderscheiding, eerlijk heb ik gekregen. Ik heb een mooie gouden horloge gekregen en ik heb ook een paar keer een cadeautje gehad. Ja. Maar er is ontzaglijk veel veranderd op de fabriek. Bij vroeger gerekend. En dan heb ik ook mijn onderscheiding gekregen, de ridder. Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ja. En zo ben ik zo langzamerhand ben ik toe gekomen. Maar in fabriek op zichzelf is dat zakelijk veel veranderd. We moesten juist 's morgens werken. Ach, maar docenten zeiden van de goede oude tijd. Ach ja, die tijd die was wel goed, maar toch niet als nu. Het is nu een heel hoop beter. Nou, eerlijk wezen, want... U had allemaal niet die sociale voorzieningen en het zo, houdt u ook die ziektewet. Als u ziek was vroeger, dan ging het voor eigen kosten zeker? Ja, nee, we waren ook wel een ziekenfonds. Die was er ook dat toch wel? Ja, die was er. Maar ik heb er nooit uit getrokken. Nee, bent u nooit ziek geweest? Nee. Al die jaren niet? Nee, heel ziek geweest. Dat helemaal is wel wat, zeg. Maar had u nou als wever, ik vind het altijd zo'n hels lawaai, hè, die weverijen. Ja, dat is dat nou wel 55 jaar uit te houden? Ja, het is goed te houden. Ik heb het tenminste nu te houden. Maar ik hoop nooit dat er één bij hoofd die er 54 jaar in moet zitten. Nee, eigenlijk wel niet. Nee. Heeft u gehoor erg van geleden? Ja, heel erg. Aan de ene kant heb ik helemaal doof. Ja. Nu spreken ze wel veel in gebarentaal, geloof ik, hè? Altijd met gebaren, want dat kun je ook niet. Als hier is, en hoe Burma zit daar, dan kun je met praten, hè? Nee, dat kun je niet. Vergist u zich nou nooit, wanneer u dan later thuis kwam, dat u ook nog met uw vingers begon te spreken? Oh, dat doe ik nog wel vaak. Ja, uw vrouw kent het ook, dus... Doe ik nog wel vaak, Meneer Damink, nou kom ik nog even terug op die brief van uw dochter, want ze heeft mij geschreven dat u 12 april jarig bent. Ja. En daar moest een muziekje bij. U houdt wel van muziek? Groot liefhebber van muziek. Ja? In Oldenzaal houden ze wel van feesten ook, de vieren ze zelfs het carnaval, hè? Trouwens, van onze familie of van haar familie, je bent allemaal met muziek. Ja. Allemaal wat met muziek. Nu schreef uw dochter over een Duitse polka, dat u dat wel leuk vond. Oh, dat vind ik wel leuk, want ik vind het allemaal wel goed. Fijn. Dan van harte gefeliciteerd, meneer Damink. Want dan zullen we graag die Duitse polka op uw verjaardag zelf spelen. Dat is ja mooi, dat is ja prachtig.